krachten in werktuigen. En hier zie je ook een hefboom, alleen werkt die niet zoals het bedoeld is. We gaan kijken naar effectieve hefbomen en werktuigen. Er is een hefboomregel, die ga ik dadelijk uitleggen. Aan de hand van voorbeelden, eerst even kijken hoe luidt die. Werkkracht keer arm is last keer arm, oftewel F1 keer L1 is F2 keer L2. Nou, die F is de force, is de kracht, en die L is de arm. Dus loodrechte afstand van de kracht tot het draaipunt. We hebben daar dus een werkkracht, dus eigenlijk gewoon je spierkracht meestal. En de last is de kracht op het voorwerp. Hoe zit dat? F1 is gewoon een spierkracht, de werkkracht. En de arm die daarbij hoort, L1, is dus loodrechte afstand tot het draaipunt. En als je hem omhoog openmaakt, is dit de arm tot die draaias. De last is de kracht op de dop. En de arm die daarbij hoort, is dus van die kracht tot het draaipunt. En omdat je werkkracht over een grote arm werkt, en die last over een korte arm, wordt je heel erg sterk, zeg maar. Je kan hem ook omlaag openmaken, maar dan gaat hij hier draaien en dan klem je hem daar vast. Dat gaat lastiger. Hier zie je een dubbele hefboom. Ja, wat in een draaipunt bij een hefboom. Dat zit hier. Werkkracht, dat is je spierkracht. En de last, dat is de kracht op de spijker. En dan kun je zien, de werkkracht is 12 centimeter en de lastarm 3 centimeter. Als je naar de verhouding kijkt, 12 gedeeld door 3 is 4. Dat betekent dat je hier een 4 keer zo grote kracht krijgt. Dus deel je 12 door 3, je factor 4, wordt die 4 keer groter. Oftewel, als je arm 4 keer kleiner, wordt je kracht 4 keer groter. Hefbomen in evenwicht. Wanneer zijn hefbomen in evenwicht? Dus als F1 keer L1, F2 keer L2 is. Kijk of dit hier klopt. F1 is 30, L1 is 20. F2 is 120. Ja, omdat die een stuk groter is, die kracht, net als bij een wip, moet je wel dichter bij het draaipunt zitten. En als je ze uitrekent, krijg je 600 is 600. Dus er is evenwicht. We zullen dadelijk zien als je er eentje moet uitrekenen, wat je dan moet doen. Nou, let op dat de kracht is de F en de eenheid is de Newton, afgekort met N. En de arm wordt vaak de L of de D voor gebruikt. In het Engels de D van distance, L, de L van lengte. En nu zie je hier meter staan, terwijl daar centimeter is ingevuld. Dat kan als je maar aan allebei de kanten hetzelfde invult. Een opdracht over een knijptang. De afstand A bedraagt 20 mm. Deze afstand. En Mike oefent 100 newton uit op het uiteinde, hier. Hoe groot is de kracht op de bek van de tang? Nou, je kan al vrij snel zien. Dit is 5 keer kleiner dan die arm. Dus dan moet die kracht 5 keer groter zijn, 500 newton. Met berekening wordt het F1 keer L1 is F2 keer L2. Dan kun je zeggen hier 100 newton keer 10 centimeter maakt ervan. Is F2 keer 2 centimeter. Dan kun je dit getal uitrekenen. En dan krijg je F2 is 1000 gedeeld door die 2 is 500 newton. Nou, de arm staat dus loodrecht op de kracht. Op het moment dat je trapper hier staat en je kracht is zo naar onder, dan is je arm de loodrechte afstand tot het draaipunt maximaal. Dan kom je dus hard vooruit, maar staat de trapper onder, dan is de arm loodrecht tot het draaipunt, die is 0. Dan heb je geen arm en dan kom je dus niet vooruit als je onder of boven staat.